We zijn vandaag in Middelburg. En als je de overkant zo bekijkt, dat landelijke tafereel zou je het niet zeggen, maar we zitten op 5 minuten afstand van het centrum. En daar ligt dit prachtige landhuis uit 1999. En daar gaan we eens binnenkijken. Maar voordat we gaan binnenkijken, wil ik jullie eerst iets anders laten zien. Namelijk de prachtige tuin. En het leuke is dat in deze tuin allerlei hoekjes zijn waarin je jezelf kunt terugtrekken. Het is toch een beetje een soort van vakantiegevoel in eigen tuin. Via de keuken kom je in de woonkamer. En wat daar vooral opvalt, is dat er prachtig licht is. En dat komt omdat je eigenlijk overal verbonden bent met buiten. Boven zijn er dus 4 slaapkamers, maar er is een mogelijkheid om een 5e erbij te maken. En als ik het mocht kiezen, nou, dan wist ik het wel. De mogelijkheden die deze woning biedt, die zijn enorm. Zo zou je op de begane grond kunnen denken aan praktijk aan huis. Daar hebben we een studeerkamer en de overkant daarvan een natte cel. Daar zou je een wachtruimte kunnen maken. Maar ook met het oog op de toekomst zou je kunnen denken aan het levensloopbestendig maken van de woning. Als we alles op een rijtje zetten, kunnen we zeggen dat dit een prachtige plek is om te wonen. Een mooi huis, een grote tuin. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat de woning zich makkelijk laat aanpassen tot een levensloopbestendige woning. En dat is altijd goed om in het achterhoofd te houden. Wilt u meer informatie of gewoon eens een keer langskomen? Ga dan naar de website van de makelaar, Schulting & Partners.